De stad overspoeld met mode, mode en nog eens mode tijdens de 11e Amsterdam International Fashion Week. Woensdag is pas de officiële kick-off, maar gisteravond was de collectie van modeontwerper Hans Ubbink al te zien in Paradiso. Hans Ubbink wilde niet langer wachten en showde gisteravond al zijn look voor het komende seizoen. Hans houdt zich backstage niet alleen bezig met de kleding, maar ook met de make-up en het haar. Dat moet ook wel, want tijdens een eerdere repetitie bleek dat de pruiken van de modellen statisch worden op de catwalk. Of we wel of niet met de pruiken lopen. Alles straf. Alles straf. Ja, alles straf. Omdat Hans er niet uitkomt, gaat hij toch nog even kijken naar de beelden van de repetitie. Ik weet het niet. Nou word ik heel een beetje gespannen. Moet ik jongens in elkaar slaan? Ja. Als je gevoel mee zegt, dan moet je gaan doen. Als hij wat strakker is, dus minder statisch, is het veel mooier ook. Dan klopt hij. Ja, heel mooi. Het twee is ook mooi. Ja? Ja. Okay. Gaan we doen. Toch doen. Als Hans het even niet meer weet, kan hij altijd advies aan de mensen om hem heen vragen met wie hij alles beslist. Ook zijn familie is van de partij. Zoiets als dit gaat niet vanzelf. Dus dat betekent dat ik wel eens een beroep op ze doe, op hun verdraagzaamheid. Er zijn tijden dat ze maar voor 3 mensen de tafel dekken terwijl we met z'n vieren zijn. Gewoon omdat ik altijd werk. En daar is ook van alles voor nodig. Hans werkt ook nog in de zaak, fulltime. Dus ik ben echt heel bevoorrecht met zo'n gezin. En dat Hans al jaren in het vak zit en vrij vergeetachtig is, kan Hans er vaak nog net voor zorgen dat er geen collectie van 20 jaar geleden op de catwalk staat. Ik heb het wel eens meegemaakt dat Hans, mijn vrouw, dan zegt... Oh, maar dit deed je ook in 86 of 88 of wat dan. Dat is heel lang geleden al. Maar dat ben ik dan gewoon weer vergeten. En dan zit het inderdaad wel in die sfeer, maar het is wel van nu. Gelukkig was de collectie voor komend seizoen ook erg nu. En was Hans na de show een en al trots op zijn mensen. Helemaal top! You rock! You really rock! En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het nieuws van deze dinsdag.